Goedenavond, meneer. Misschien mogen we u even een vraag stellen. U loopt hier op het ogenblik op het Toon Hermansplein. Weet u misschien nog wie dat was, die Toon Hermans? Wacht even. Nader bij u, lieve vrienden. Is dat niet van hem? Nader bij u, lieve jongens. Dat was van hem, dacht ik. En een Turks ooft. Is dat niet van hem? En een narcist van vlees. Nee, ik sta te bazelen. Wacht even. Ik heb het. Stil even niet zeggen. Een ballon. Ballon, natuurlijk. Ballon. Eerste Nederlandse ballonvaarder. Hij is een ballon, een ballon, een ballonnetje. Een ballonnetje dat danst in de wind. Aan een draadje naar de zon. Hij gaat zo lekker, dikke, rode, mooie luchtballon. Een ballon, een ballon, een ballonnetje. Je hield zo ontzaglijk veel van die man. Je was ook blij dat je hem weer zag. Als die menigte opstond, als hij op kwam lopen, die oase van applaus. De mensen die stapelgek met hem waren, dat was fantastisch. Hij had een waanzinnige uitstraling op het toneel. He, van die vreselijke blije ogen. En als je in die zaal zat, dan weet je vanzelf wel blij als hij opkwam. Wat hij als geen ander kon, is de pret zien. Dus hij keek die zaal in en dan zag je die ogen, die zag je dus al voor pret hebben op datgene waarvan hij wist dat dat ging komen. Dat hele carré wat zich echt helemaal het schompers lachte om die eenvoud, om die grapjes met het gedichtje Hij liet ze. Hij dacht, dat zijn zeker die twee van die fietsen. Dat is zo flauw, maar zo grappig. Toon was kleur. Was altijd kleur. Ballonnen. Toon was kleur. Toon is kleur. En dan had hij die rode sjaal. En dat vond ik prachtig. Hij was zo echt rood. En dan kocht ik er ook zo in. En dat vertelde ik hem dan, als ik hem beter had leren kennen, vele jaren later. Ik zei, ja, Toon, en dan wou ik je nadoen. En deed ik zo'n rode sjaal aan. Maar als ik die aandeed, was hij altijd veel minder rood dan bij jou. Theater Carré in Amsterdam. Hier viert Toon Hermans jarenlang triomfen. 615 avonden lang speelt hij dus zijn grote nummers. De gehaktbal, de voorzitter en de ornitholoog met de roepie-roepie-vogel. En Amsterdam lacht. Zo erg dat de directeur van Carré Toon soms na afloop de stoelen aanwijst die werkelijk nat gepiest zijn van het lachen. Carré is de troon van Toon. Maar het verhaal van Toon Hermans begint hier, in Sittard. Als kleine jongen ziet hij hier op de markt de kleuren van de kermis en de clowns van het circus. En hij raakt betoverd. Het begint met het begin van mijn leven. Meer dan een halve eeuw geleden, dames en heren, boog zich de vroedvrouw over mijn wieg. En ze zei, het is een jongen. En zo is gebleven. Toon wordt in 1917 geboren in een gezin van 5 kinderen. De eerste jaren van zijn leven staan in het teken van welstand. Zijn vader is bankdirecteur en behoort tot de notabelen van Sittard. Vader Hermans laat in het centrum van de stad zelfs een grote villa bouwen, waar hij met zijn gezin tot 1924 zal wonen. Maar dan slaat het noodlot toe. Zijn vader was bankdirecteur en toen had je de beroemde krach van de marken. En toen was alles niets meer waard. En toen is het hele zootje ingestort. Het begon met rijkdom en het eindigde in de stront. Straatarm, ja. En alle zogenaamde heren, vrienden die ze hadden, die lieten ze onmiddellijk vallen. En het was over met de pret. Is dat bepalend geweest voor uw vader? Ja, zeker. Het applaus en het gejuich van de mensen en de schouderklopjes die je krijgt, er blijft altijd iets van, en waar waren jullie toen ik het niet zo goed had. Ik had niets van mezelf. Lag nog een rammelaar. Was ook een ouwe. Er zat niet eens een echt in. Zit er altijd een echt in? Had mijn broer er al uitgeramd. Maar ga dan maar liggen rammelen als je niks hoort. Ben je gauw uitgerammeld. Nee, ik vond het een triest begin. Ik had niets van mezelf. Niet eens mijn neus. Ze keken in de wiegen en zeiden ze allemaal, hij heeft de neus van oma Gerrit. In dit gebouw vindt in 1935 het allereerste publieke optreden van Toon Hermans plaats. Hij is 18 jaar en treedt op met een zelfgeschreven revue.
Het wordt zo'n groot succes dat hij nog dezelfde maand een permanent Sittards revuegezelschap opricht. Uiteindelijk komt hij in Amsterdam terecht. Vanaf 1946 treedt hij geregeld op in de bonte dinsdagavondtrein en wordt hij landelijk bekend met Louis Davids-achtige liedjes. Hij begint een eigen cabaretgezelschap, net zoals Wim Kan en Wim Sonneveld. En dan, in 1955, neemt Toon Hermans een uniek besluit. Hij gaat helemaal in zijn eentje een theaterprogramma spelen. Nederland maakt kennis met de One Man Show. Je suis un clochard de Paris. Et j'ai un bouquet pour vous, ma chérie. Pour vous, mademoiselle. Van die allereerste show zijn alleen deze beelden bewaard gebleven. Maar de tweede wordt in april 1958 live op televisie uitgezonden. 2 miljoen mensen kijken ernaar. En Toon wordt een ster. Geachte toehoorders. Ik zit soms zwaar te denken over zonnen, zielen, hemelrijk. Maar eveneens verbijstert mij de uitslag Ajax-Elinkwijk. Die gasten die nu zo oud zijn als ik, daar heeft hij een grote invloed op gehad. Dat zie je en dat hoor je, ik wil niet zeggen in elk gebaar, maar je voelt gewoon dat die man grote invloed op ons heeft gehad. Het feit dat hij gewoon na Yves Montand de tweede was die echt een one-man-show ging doen. En die generatie van ons is gewoon meteen in zijn uppie begonnen. Mediterranee, zo blauw, blauw. Mediterranee, zo blauw, met je mademoiselle, belle, belle, belle. Mediterranee. Het was heel, heel smaakvol. Ja, het was heel francofiel ingesteld. Altijd gekleurde hemden aan, geruite hemden. Vrolijke schoenen aan, rood. Echt een Amerikaans-Frans, weet je wel. Heel, heel, heel vrolijk. En Rietje ook. Het zijn affiches en zo. Dit was ook een primaire kleur. Altijd een rood Porsche. Of de voering moest in zijn jas altijd rood zijn. Kijk eens. En niet alleen linksrood, ook rechtsrood. Zijn grootste kracht was dat hij de eenvoudige dingen, echt de eenvoud van het leven, dat hij dat predikte, dat hij dat ook zei. Het is eigenlijk heel simpel, mensen, zei hij. En dat hij met die eenvoudige dingen, tot het eten van een persik aan toe, maar dat perfect deed, dat hij daarmee de boel aansprak en aanstak en mensen vrolijk maakte. Ik vind het allerknapst wat is gemaakt op toneel, in cabaret. Of... En waarom dan? Ja, omdat het zo achterloos is en zo schijnbaar een flauw, simpel liedje wat gelijk in de zaal of op televisie heel goed werkt. Kijk, het is Frans en toch Nederlands. Gaat zo, ik zal het even zingen. Eet u een plekje koek, madame? Een plekje koek, een boterham. Eet u een zakje drop, monsieur? Eet u de bolle maar op, monsieur? Hij kon heel goed ouwe hoeren op toneel. Zijn stiltes waren natuurlijk ook onovertroffen. Hij timede, hij was de koning van het timen. Op een gegeven moment moet John zijn tennisracket halen. Ja, ga je de tennisracket even uit de auto halen? Oh, Johnny, doe mij een plezier. Pak eens even een tennisbal en een tennisracket. Achter uit de auto in de bak ligt de tennis. Nou, hij staat vlakbij, kan er zo bij uit de kleedkamer. Kan ik zo bij de... Hij moet de sleuteltjes hebben. Die zitten in mijn leren jasje. En op dat moment gaat hij van de microfoon weg, gaat hij lopen naar links en dan naar rechts en zegt helemaal niets. Nou, dan staat hij daar op het toneel natuurlijk, hè. Heel voorzichtig voor zich uit te kijken en te deutelen. En kijkt wel af en toe zo de zaal in, want kom zo hoor.
En dat heeft wel eens 5 minuten geduurd. Dat die zaal werkelijk hoe langer meer in zo'n lachsalvo ging. Ja, daar was hij een meester in. Oh, dat vond hij heerlijk om te doen. Ach, dat vond hij heerlijk om te doen. En als hij dat dan terugzag, hè? Zo'n conferentie. Ja. Hoe keek hij daar dan naar? Hij zei, er kan niemand op de hele wereld, zei hij. Ja? Ja. In 1946 maakt Toon Hermans kennis met Rietje Wijdboer, een meisje uit de Amsterdamse pijp. Nog datzelfde jaar trouwen ze. Ze krijgen 3 zoons, Michel, Maurice en Gaby. Ik denk wel dat zij thuis de figuur was. Uw moeder? Ja. Thuis was zij degene. Meer dan uw vader? Ja, denk het wel. Ja. Ja, maar was een soort blok beton waar het hele zootje aan ankerde. En ik denk als die er niet geweest was, dat pa ook niet zo groot geworden was. Rietje was de grote steun en toeverlaat van Toon. Ik denk dat Toon heel ongelukkig zou zijn geweest als hij niet vaak op Rietje terug kon vallen. Voor mij als uitgever was het altijd heel spannend als ik met een nieuw omslag kwam van een boek. Dan werd het op tafel gelegd. Dan die Toon je pintjes zweten, want hij zei helemaal niks. Bromde een beetje. En dan op een gegeven moment kwam het verlossende signaal en dan riep hij, Rietje! En toen kwam Rietje, wat vind jij ervan? Nou, ik vind het wel mooi. Nou, dan doen we het. En dan was het pleit beslist. Als hij er zelf over besliste, dan liet hij in twijfel, hoor. Dan had hij, ik heb al heel wat dummies gemaakt op momenten dat Rietje er niet meer was. Veel meer dummies moeten maken, want dan was dit weer niet goed en dan was dat niet goed. Hij ging gewoon twijfelen. Als Ma tijdens een try-out zei van, nou, dat vind ik toch niet zo. Dan bleef het nog 1, soms 2 dagen, denk ik. En daarna was het gewoon weg, hoor. Want ja, dat voelde ze ook feilloos aan. Pa was natuurlijk altijd aan het werk. En in die jonge jaren was hij natuurlijk ook weinig thuis. En mijn moeder die regelde alles. Op een gegeven moment is uw gezin ook verhuisd van Maastricht naar Bloemendaal. En uw vader bemoeide zich ook niet met die verhuizing, hè? Ja. Hij kwam toch pas toen het klaar was? Hij wist nog ineens waar hij woonde. Het hele huis, dat had hij nog nooit gezien. En dat wist nu hoe het ingericht was. Maar Rietje belde op, ze toont, het is klaar. Bloemendaal, je kan blijven slapen vanavond. Dus kom maar. Ik zei, nou, ik vertrek wel. Dus hij weg. En komt in Bloemendaal, waar hij acuut verdwaalde. Maar hij vraagt aan een banketbakker of een slager, ik weet het echt niet. Melkboer misschien. Hij zegt, kunt u misschien mij vertellen waar ik woon? Toen zegt die man, ja, dat kan ik. Meneer Hermans, hartelijk welkom in Bloemendaal. Fijn, die man heeft hem voorgereden. En vanaf dat moment woonde hij in Bloemendaal. Bemoeide hij zich met uw opvoeding? Weinig. Ja? Weinig, ja. Dat was vooral uw moeder die... Ja, maar die was echt meer met de opvoeding bezig. Als uw vader thuis zat te werken, waar merkt u dan aan dat hij bezig was? Wat moest... Ja, hij zat dag en nacht. Het begon bij de ontbijttafel. Daar werd op de servetten geschreven en alles waar je op kon schrijven werd op geschreven. En wat schreef hij dan op? Liedjes, teksten, ja. Grappen, alles. Naast zijn bed lag ook een stapel van die kartonnen. En dan schoot hem wat erbinnen. Dan maakte hij daar gauw een notitie van. En zodra hij dan beneden was, dan begon hij te lopen door de tuin. Of hij begon te fietsen op zijn home trainer. Had hij 1.5 uur gefietst. En dan stapte hij af. En dan draaide hij gewoon de hele fiets om. En dan zei hij doodvrolijk als je langs liep, ik ga nu terug, want ik ben op de helft. Hij zei altijd, je moet, zolang je in beweging bent zelf, dan gaan je gedachten ook. We gaan 1 uur wandelen, 1.5 uur. In het bos. En altijd weer met die apparaatjes bij zich. Weet je wel. Er lagen 5 van die 6 van die apparaatjes door het hele huis verspreid. Iedere keer. Hij kon niet zonder die dingetjes. Hij moest uitspugen wat hij iedere keer wat in hem opkwam. Toon zei altijd, ik doe maar wat. Geloof je dat? Nee. Nee? Waaraan kon jij zien? Dat doe je niet zomaar. Nee? Nee. Toon deed niet maar wat. Nee. Hij was een... Hij borduurde echt. Ik vond het fantastisch zoals hij kon doen voorkomen dat alles zomaar uit de mouw geschud werd. Dat blijft mij elke keer weer verbazen. Het gemak, of tenminste het zag er heel gemakkelijk uit zoals hij dat allemaal deed. Terwijl dat minutieus ingestudeerd was. Gezellig, gezellig, gezellig. Hey, 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 hey. Dus mee. Gezellig.
Het is nu al gezellig, zeg. Weet je, kom de ru. Kom omdat u er bent. Kom niet omdat ik er ben. Want ik was er al om 7 uur. Dat was niet gezellig. Toon, als kunstenaar, had alles onder controle. Elke beweging. Elke plooi in zijn broek. Elke gepoetste schoen. Het was allemaal uitgekookt. Alles werd heel erg vastgelegd. Elke beweging werd bekeken. En van hemzelf dan, dat zat hij echt... Oh, dat was echt tot in het absurde toe. Zelfs zijn opkomst wordt gerepeteerd. Ho, ho, ho. Voor een lege zaal. Ho, ho, ho. Nou, mensen. Als je zo'n applaus krijgt aan het begin... Nou, dan hoef je eigenlijk niks meer te doen. Ongelooflijk. De rillingen lopen over mijn rug, weet je dat? Tot in mijn nek, zeg. Moet eens kijken, hier. Hier. Eens kijken, hier. Kijk. Wat? Kippenvel, ja, kippenvel. Kippenvel. Alles werd ook opgenomen op bandjes. En die bandjes nam hij mee naar huis. Niet alleen voordat de show begon met de repetities, maar ook tijdens de show. Het is 11 uur. Hij zit in de kleedkamer. En het eerste wat hij doet, Paul, zoals een geluidsman, een bandje. En dan gingen we luisteren. En zei hij, kijk, daar zijn wij te langzaam geworden. Of dat is te snel geworden. Dus hij luisterde al die bandjes ook terug? Ja. Ja. En dat is natuurlijk fantastisch. La, 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 la. Hij speelde zelf geen instrument. Hij kon zelf geen noten lezen of schrijven. Dat had hij ook nooit geleerd, maar dat vond hij ook niet nodig. En dat bleek ook dat het helemaal niet nodig was, want het kwam altijd toch goed. Must go, 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 go to the door. We praten ook nooit over noten, we praten altijd over kleuren. Toon had het altijd over een kleur. Het was te donker, het was te rood, het was te wit. Dan zei hij bijvoorbeeld van, kun je niet een beetje meer bruin spelen... of een beetje meer geel, of een beetje meer... Nou ja, voordat je uitgevonden hebt wat of hij daarmee bedoelt. Als het te wit is, moest er meer laag in. Meer basis moest erin. Je kunt je daar ook wel iets bij voorstellen natuurlijk. Als iemand zegt, het klinkt hard rood... Ja, dan heb je een ander idee als dat iemand zegt... Nou, het klinkt heel donkerbruin of zo. Dat je heel intiem, mooi, omvloerst kan laten klinken. Daar is zo'n klein tremolootje in. Nee, eerder bij zingen. Nog eens een keer. Kom, ga maar door, Hans. Ja. We moeten heel clean houden, jongens, dat laatste. Het moet geen waterloopplein worden. Het moet heel clean blijven, toch? Het moet toch blijven... Da, 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 da. Er is altijd een beetje lucht tussen de noten, als het kan. Hij had misschien niet zo verstand, zoals wij dat dan hebben, van muziek, met noten en alles. Maar hij wist zeker, zeer zeker wat hij wilde horen. Hij wilde toch altijd horen... De muziektent toonaar, zou ik maar zeggen, hè? In het zuiden. Had iedere stad en misschien het noorden. De blaaskapel. De blaaskapel, ja. Mocht niet te moeilijk worden. Niet te moeilijke noten erin. Als wij wel eens wat aan het doen waren op de bühne... dan kon Toon zich rustig omdraaien naar mij en zei... Koen, ik weet wel dat je kan piano spelen, maar doe eens de helft minder. Minder nog. Kun je maar heel erg spelen.
minder noten spelen. Dus en zijn bedoeling was daarmee om juist met minder middelen... ja, die rust onder elkaar te krijgen met het orkest. Hoe lang werd er nou gerepeteerd aan een show? Lang. Ja, lang. 2 maanden, 2,5 maand, 3 maanden waren geen uitzondering. En dan begon pas de show. En we repeteerden alleen maar de liedjes dus, hè? Nou, ik denk dat je normaal gesproken 2 musicals repeteert in die tijd of zo. Oh, ja. Nee, maar dat, ik vond dat voor het aantal liedjes wat je deed, was dat wel erg ruim, ja. Wordt dat geneten? Denk wel eens dat de lengte ook te maken had met de gezelligheid. Hoe laat is de lunch afgesproken hier? 11 uur. God, dat is even veel te laat. Om 11 uur zo was het, hoe laat gaan we lunchen? Dan waren we net 1/2 uur bezig, of 3 kwartier. Dat is af en toe schandalig. Maar dat was de chemiek van het hele repeteren. Iedere middag werd er geluncht en er werd heel uitvoerig geluncht. Geeft u me daar gisteren een stukje mee? Ja, nagelang de eerste voorstelling nabij kwam, werd het wel eens wat nerveuzer. En dan kon hij behoorlijk uithalen, hoor. En, klootzak, zei hij dan, of zo, weet je. Dat was een heel doodgewoon uitdrukking. En het was zelf zo dat het onder de muzikanten wel eens zo was van... nou, jij bent toch echt wel klootzak nummer 1, hè? En daar moest je dan ook nog een beetje trots op zijn, ook, weet je wel. Dat deed je net niet, hè? Nee. Waarom niet? Ja. Hoe wist hij dat? Toen wist ik dat niet. Wist je dat toen nog niet? Het is toch zeker 20 seconden geleden? Nee. Maar dat is wel goed, Ben. Schrijf dat even in, ja. Voordat je het vergeet, want je bent zo vergeten de laatste tijd. De weken voor de première waren voor iedereen... een hel is een groot woord, maar het was er dichtbij. En ik heb altijd... En waarom dan? Wat? Omdat Toon dan heel gespannen was, heel onzeker. Nou ja, toen hij natuurlijk nog rookte, ging het van 1 pakje per dag, denk ik, naar 4 pakjes... Vlak voor de en van 1 fles whisky naar 3 flessen whisky, denk ik. Ik heb altijd gehoord dat Rietje 3-4 weken voor de première ging met een vriendin naar Italië op vakantie of zo. Het was niet te genieten. Als hij om 7:55 bij mij achter de coulissen zat, hè, stond... dan was hij altijd eventjes met zichzelf bezig. Meestal een klein gebedje van tevoren eventjes. En dan draait hij zich om naar mij en zegt hij... als de mensen eens wisten hoe ik me nu voel... dan gingen ze allemaal naar huis. Zo slecht voel ik me. En ik zie hem oplopen. Hij zit achter die microfoon en hij... ontvangt zijn applaus en je ziet een hele transformatie gebeuren. En ik zag het van achteren. En zelfs van achteren kon je het duidelijk zien. Dat lichaam zie je gewoon sterker worden. En echt zo van, ik vreet jullie allemaal op. Gezellig. Gezellig. Eindelijk zijn we weer een avondje samen. Op een gegeven moment zag ik dat het orkest niet meespeelde. Het speelde wel plichtmatig, maar als Toon een conferentie had, dan luisterden ze niet naar hem. Ze lachten niet mee. Het was een beetje een koud decor. Dat vertelde ik Toon. Ja, hij kwam op een avond naar me toe. En dan wordt er door jullie toch niet meer zo enthousiast gereageerd als ik wel zou willen. Ik zei, ja, Toon... Hoe lang spelen we nou bij jou? Hoeveel voorstellingen hebben we al gezien? Het loopt in de honderden. Vind je het gek dat niet meer helemaal uitbundig iedere avond reageren? Want jullie lachten niet genoeg. We lachten niet genoeg naar zijn zin. Wat moeten we daar dan aan doen? Zei ik. Ja, daar moet ik eens even over nadenken. Dus de volgende avond komt hij weer op terug. Heb je nagedacht? Ja, ik denk dat je toch een lachpremie zou kunnen instellen. Een lachpremie? Ja, een lachpremie. En wat moet het dan betekenen, zo'n lachpremie? Wat gaat me dat dan kosten? 50 gulden per avond. Per muzikant.
Maar ja, wie schetst me verbazing dat dat inderdaad gebeurde? Hij was de best betalende artiest op dat moment in Nederland. Andere muzici althans. Ja. Ja. Toon was gul, heel gul, ook voor zijn mensen. Was geld belangrijk voor Toon? Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Hij kon doodvallen op een dubbeltje, bij wijze van spreken. En aan de andere kant, dan was het allemaal weer heel makkelijk. Ik weet ook bijvoorbeeld dat hij in de eerste show... begon de show in het oude Luxor Theater. En toen zag ik eerst een enorme reclame van Dunhill sigaretten. Dus hij was ook de een van de eerste die ze gewoon liet sponsoren. Maar dat klinkt ook alsof hij erg zakelijk was. Nou, ik denk dat hij verdomd zakelijk was. Ik word gebeld door de directeur van een groot bedrijf. Grote firma. En die vraagt me, meneer Hermans, zou u reclame willen maken voor onze firma op de tv? Ik? Spotje. Sterspotje. Heb je dat nooit gedaan? Was Toon zakelijk? Oh, nee. Nee, Toon was niet eens. In de ogen van de gemiddelde Vlaming of Nederlander was Toon rijk. Maar als je het vergelijkt met andere artiesten van zijn niveau en meestal van een lager niveau, dan was Toon absoluut niet rijk. Maar dat interesseerde hem nu eens totaal niks. Maar hij is in zijn leven wel veel geld verloren door niet te luisteren naar zijn boekhouders. De arme boekhouder die belde dan mij op en zei: ja, jij bent bevriend met Toon, jij kunt hem bellen. Vraag hem alstublieft 10 minuten. Ik moet hem 10 minuten en dan bespaart hij 100.000 gulden of weet ik wat. Dan zei ik dat tegen Toon. Zei Toon, nee, want voor dat telefoontje vraagt hij 1.000 gulden. En dan ging het niet door. Mijn liefdesliedje is gemaakt van lachjes die je lacht. Van warme broodjes bij het ontbijt en kleine stukjes nacht. Van stiekem zitten kijken ik naar jou en jij naar mij. En van de appels op de tafel spreid. 4 maten glimlach, 4 maten droef. 4 maten sofa, 4 maten poef. 8 maten liefste. Vergeef het me nou, dat is mijn liedje voor jou. Zijn mooiste liedje vind ik De appels op de tafel spreid. Dat hij het heeft over 4 maten liefde, 4 maten weet ik veel wat. Alles is 4 maten. En ineens komt 8 maten liefste, vergeef het me nou. Dat vind ik echt fantastisch. Dat vind ik de mooiste zin uit het liedje. Als Toon schilderde, was hij helemaal in balans. Of hij zocht al schilderend de balans. Toon zie je het beste in zijn schilderijen, omdat hij ze voor niemand maakte. Hij signeerde ze niet. Hij verkocht ze niet. Als je heel veel geluk had, kreeg je er eentje mee naar huis. Dat was voor hem het contact met verf vooral. Hè? En dan pas het voorwerp. Dus schilderen was geen optreden? Schilderen was geen optreden. Hij deed dat bijna en passant. Ik hoorde dat jij bij de schilderijveiling van Toon ook nog geboden had op een schilderij. Ja. Hè? Wat had je willen kopen? Ik had het zelfportret willen kopen. En dat had ik als cadeau aan Carré willen geven in verband met de verbouwing enzovoort. En ik had een erg hoog bedrag in mijn hoofd. En er stond iemand namens mij te bieden. Het was geschat op ongeveer 12.000 euro, het schilderij. Ja. En toen dacht ik, dat lijkt me laag, dat zal wel duurder worden. En toen zei ik tegen die man, je mag tot 25.000 euro gaan. Het ging weg voor dubbele, geloof ik. Het ging weg voor 60. Ja. Ja. Had ik hier ergens in de gang, leek me zo prachtig. Omdat ik sta in Carré mede door dat ik ooit als 11-jarige jongen geïnspireerd werd door Toon. Leek het me een prachtig mooi cadeau om het zelfportret van Toon hier te hangen, geven. Om weer terug te geven, zeg maar. Thank you.
is leeg. En dit was de heilige ruimte. Hier kwam alleen het uitverkoren volk. Hier kwamen alleen de mensen waar die vriendschap mee gesloten had. Hier gebeurde het ook allemaal. Hier werd verteld, hier werd gegeten. En dan, als Toon gedaan had, Toon zat daar, dat merk je duidelijk. Dus daar stond zijn stoel, daar is het hout het meest versleten. Dan schof hij die stoel achteruit. En dan begonnen de verhalen. En dan na 10 of een kwartiertje, 10 minuten, een kwartiertje... Dan had hij de hele keuken nodig, want als hij het dan over een schaapsherder had... dan liepen die schaapjes hier, dan liep die herder hier. Als hij het over zijn moeder had, ja, dan liep die moeder hier. Dat kon Toon allemaal binnen een paar seconden kon hij je in die sfeer brengen. En dan na een tijdje wist je 1:30, had hij een andere afspraak of ging hij wat rusten. Maar hij was wel een man van de klok. Om 11 uur moest je er zijn. En ook 11 uur was 11 uur. Dus dan had hij ook tijd. Ik heb nooit moeten wachten... En dat vond hij elementaire regels van beleefdheid. Want er waren wel eens hele grote Nederlandse managers voor mij. Meneer Van den Ende, die kwam dan te laat, 10 minuten te laat. De volgende keer weer een kwartier te laat. En toen zei Toon, weet je, als je de volgende keer onderweg merkt dat je weer gaat te laat komen, dan draai je al maar terug, want je komt er niet meer in. Je komt binnen, ja, God, zoals katholieken naar de paus gaan. Dat gevoel heb je. Je komt binnen in een groot huis en het was een... ontzettende liefdevolle, broze man. Maar ik ken natuurlijk ook verhalen dat het niet de makkelijkste man was van Nederland. Dus je kwam daar bibberend binnen? Nee, ik voelde me wel op mijn gemak. Het enige wat hij wilde, dat ik vaker kwam. Maar dat doe ik dan weer niet, want ik denk, ja... het zal nooit die relatie worden dat je... Maar je zei, het was alsof je de paus ontmoet als katholiek. Je ging naar de grootste, de hoogste... je ging naar de hoogste toe. Ik heb toch nooit een dag meegemaakt dat ik er ontspannen naartoe ging. Hoe kwam dat? Want Toon was onberekenbaar... Hij kon zeggen bij de deur, hadden we een afspraak? Terwijl we wel een afspraak hadden. Later heb ik me daar minder van aangetrokken. Dan ging ik gewoon 1 keer per week of 1 keer per maand. Maar was dat dan een spel om u uit te proberen? Of? Ja, dat was dat schermpje weer. Eventjes afstand houden. Je komt met je vrouw een kopje thee drinken en richt je het open. Ja, Toon is wandelen in het bos. Die is met zijn apparaatje tekst aan het maken en liedje aan het maken. Dan maakt het dus niet uit of hij een afspraak had gemaakt, ja of nee. Ik heb het meegemaakt dat op een verjaardag kwam een oud agent van Toon binnen... met een kist prachtige wijnen, Toons lievelingswijn. En Toon had geen tijd, die liep naar buiten en liet ons gewoon zitten. En dat klinkt onbeleefd, maar met beleefdheid kom je niet ver in de kunsten. Hij heeft op een gegeven moment een inzinking gehad. Dat was na zijn 50ste, geloof ik. Een zware depressie. En toen is hij in een heel zwaar gat gezakt. Waar zelfs mijn moeder hem niet uitkreeg. Die depressiviteit die kwam omdat hij zo'n gigantisch succes had gehad. In 69, 68 met 10 Toon. En daarna die shows. Dat hij kon niet meer tegen de succes. En ik herinner me nog wel dat hij zei dat hij... speelde die, geloof 12 weken in Rotterdam in het Luxor... En het Hilton Hotel, dat zit daar tegenover. En hij keek iedere dag vanuit zijn kamer op die rij met mensen. En voordat hij daar speelde, ik geloof na 3 dagen... was het 16 weken besproken, uitverkocht. Dat betekent dat hij 16 weken niet ziek mocht worden. Of niks mocht mankeren. Want er waren 16 keer 1000 kaarten verkocht. En dat je elke dag moet. Want anders moet er een seizoen afgelast worden. Na 2 weken is hij ingestort. Dat kon hij niet meer. Dat kan ik me wel herinneren, dat hij echt wekenlang... In bed lag ook, hè? Na die inzing is hij thuis gebleven, ik geloof 2 of 3 jaar. Ja. Toen wilde hij echt niet spelen in die tijd. Nee, hij was afgelopen. Over en uit. En toen kwam hij in 1974 terug. Nou, dat was de show met de Sinterklaasconferentie. Sint-Niklaas. De prachtige liedjes Il Pleu. En de show waar ik in stond met de helm. Man. Het is een jongen van rijke ouders en hij wil aan het toneel en heeft me gevraagd of hij vanavond de doos mag vasthouden.
Ik wilde op mijn 14e wilde ik als sportleraar worden. Dus zat op het CIOS. Het gekke is dat ik ook door hem weer van die sport af ben gehaald. Want een half jaar voor mijn eindexamen op CIOS vroeg hij of ik mee wilde gaan naar Amerika. En ik dacht, ja, wacht even, ik wil naar Amerika. Ja, maar je kunt ook zeggen van, dat hoort de vader niet te vragen. Nee, dat hoort hij ook niet te vragen. Ja. Want, dat was ook een grote fout van hem. Ja. Daar heeft hij altijd spijt van gehad. Ja, zei hij maar aan de andere kant heeft hij er geen spijt van gehad. Want vanaf dat moment ben ik bij hem geweest. Ja, mijn idee over het vaderschap is dat je kinderen ook te laat vliegen. En Toon wilde ze wel laten vliegen, maar als duiven, die had mak gemaakt, ze moesten wel terugkomen in het hok. Wij waren zigeuners. Altijd geweest. Daar was la mama was daarbij. En de opa, de oma, de kleinkinderen, iedereen was maar bij hem. Dus, en dat is natuurlijk wel een sympathieke gedachte. Maar de tegenkant is natuurlijk dat je die kinderen misschien ook belemmert om uit te vliegen. Tuurlijk. Ja. Henk van der Meijden heeft eens een keer tegen mij gezegd, 25 jaar geleden. Je had een lang weg moeten gaan bij je vader, dan had je een hele andere carrière gehad. Wat zei u toen? Ja, wat kan ik daarop zeggen? Tuurlijk, dat heb ik zelf ook wel geweten dat dat zo is. Maar voor mij heb ik toch gedaan wat ik moest doen. En ik ben toch deel geworden van een stukje succes van Toon Hermans. En daar sla ik me niet voor op de borst, helemaal niet. Want nu zit ik met een gebakken peren. Ik heb geen job, niks. Ik moet maar kijken wat ik ervan terecht breng. Ja, is goed. Steek uw tong eens uit. Tegen u? Ja. Ja, gaat goed. Gaat goed? Dan kan ik heel goed de tong uitsteken. Doe ze nog een keer. Ja, is toch beter. Ja. Wat zijn de klachten? Als het over gezondheid ging, dan was hij erg bang, denk ik. Hij dacht gauw dat hij iets had, laat ik het zo zeggen. En wil ik niet zeggen dat hij het niet had. Maar de muzici waren altijd als de dood, als ze verkouden waren of zo. Want als je één keer hoestte, dan had hij gelijk het de volgende dag, dan liep hij nog harder te hoesten en dan had jij hem aangestoken. Als iemand één keer hoestte voor de gein, dan had Toon het idee van, oh, morgen ben ik doodziek, ik voel het nou al op mijn stem. Alles wat je maar kon hebben, je moest het nooit vertellen. Want dan had hij het de volgende dag ook. Hij was ook heel nieuwsgierig naar alles wat een ander had en zo. Kijk, mijn ouders dat zijn hele eenvoudige mensen. En mijn vader is op een gegeven moment ook een behoorlijke ziekenhuispatiënt geworden met hart en longen en dergelijke. En daar wilde hij alles van weten. En hij heeft mijn vader toen ook brieven geschreven. En mijn vader is dan ook wel eens tussen de ziekenhuizen door met mij meegekomen op zijn verzoek. En dan ging hij met mijn vader in de kleedkamer daarover praten en zo, wat het allemaal. En dan had hij eigenlijk bijna een week later het precies hetzelfde. Weet je, zo op die manier. Ik ben namelijk geen held, mensen. Als ik een griepje heb, dan denk ik al, och, influenza. Influenza. Als hij pijn in zijn keel had, dan had hij kanker. Als hij pijn in zijn rug had, dan had hij hernia. Hij voelde zijn hart tikken, of het tikken, maar dat klopte dan niet goed volgens hem. Of er was vaak wel wat, ja. Dat hij alsmaar kwam vragen, voel eens aan mijn pols, is het goed? En het was soms, het was niet goed. Hij had echt hartritmestoornissen. En zei u dan de waarheid, als u voelde dat het niet goed was? Nee, soms niet. Nee. Want soms voelde ik dat de keer gaan. Zo noemde hij dat zelf ook met die handjes. Dat gaat weer zo. Ik zei ja. Nee, dan zei ik. Dan voelde ik, nou, prima. Mooie, krachtige. Zo. Er zijn heel wat voorstellingen geweest dat er ook een arts gebeld werd. En dat hij in de pauze toch eventjes van dit of een bloeddrukje of wat dan ook. En daar was hij heel erg mee bezig. Of hij liet zijn pols nemen door Mieke onder het applaus. Maar het ging niet zo ver dat het ziekelijk werd. U bedoelt dat hij tijdens het optreden de coulissen inliep en liet hij zijn pols voelen? Ja. Hij moest altijd daar wonen waar een dokter in de buurt was. Ik heb zo'n rare dokter, zeg. Ja, misschien kijkt hij wel vanavond. Frits, ben je thuis? Ja, Frits is mijn dokter, hè. Ja, dat vind ik al fout dat ik Frits zeg. Je moet nooit tegen een dokter Frits zeggen. Ook niet als hij Frits heet.
Die dokter, die zei Toon, ik ga naar Davos. Dan ga ik mee, zei Toon. Want die was dan de kerstdagen weg. En de dokter was in de buurt. Ik heb daar een arts in huis gezien. 1, 2 huisartsen, Belgische specialisten. Dat waren zijn goede vrienden. En waar was hij dan bang voor? Voor de dood. Ja? Voor sterven. Ja, zeker. Staat hij zo met die doppen in zijn kop? En dan zegt hij, ademen. Ademen. Dat doe ik al de hele dag. Dus, hè. Maar het gekke is, als hij zegt ademen, dan kan ik het niet meer. Ik zweer, ik kan het niet meer. Ik had wat hartklachten. En ja, zo kwam, daar kwam het op neer. En de arts vond dat ik hier uit mijn woonhuis met de ziekenwagen naar Tiel moest, naar het ziekenhuis. Nou, dat vond ik dan niet zo nodig. Dus ik ben met de auto gegaan, met mijn vrouw mee. En nou ja, lang verhaal kort te maken, dan lig je daar op bed met de naalden in je arm aan de monitor op de hartbewaking. En ze hielden me daar, want ik dacht, ik mag wel een uurtje terug. Maar dat mocht dus niet. Ik ben daar 1 of 2 dagen gehouden voor de normale testen. Maar 's middags ging de telefoon en dat was Toon die belde. Hij zei, Koen, hoe is het? Ik zei, nou, ik lig hier in Tiel. Hij zegt, denk je dat je vanavond kunt werken? Ik zeg, dat moet je niet aan mij vragen. Ik zeg, dat moet je aan die cardioloog hier vragen. Oh, ja. Nou, dat zal ik dan doen. Hij heeft een cardioloog gebeld. De cardioloog is naar mijn bed gekomen. Hij zegt, u kunt naar het theater gaan, naar Amstelveen. Maar het gaat wel op eigen risico wat u nu doet. En u heeft gespeeld die avond? En ik heb gespeeld. De naalden hebben ze uit de arm gehaald. En ik ben in de auto gestapt, naar huis gegaan, omgekleed en naar de show. In het najaar van 1990 wordt Rietje ernstig ziek. Nog geen 2 maanden na de diagnose overlijdt ze. Amper 65 jaar oud. Ja, dat is eigenlijk het begin geworden van het einde. Zo heb ik het altijd wel gevoeld. Dit is de grootste ingreep in zijn leven geweest. De allergrootste ingreep. Dat is een ravijn waar hij bijna instortte. Want het verhaal was ook dat uw vader zelfs niet kon opbrengen om naar het kerkhof te gaan, hè, toen ze begraven werd. Ja, maar dat kon hij ook niet bij zijn eigen moeder. Hij is bijna nergens op een begrafenis. Hij had iets, niet met de dood, maar tegen de dood. Ja, hij was gewoon, zeg maar, iets kwijt natuurlijk. Hè. Hij moest opeens alleen in dat huis. Dat was niet eenvoudig. En dan gingen we wandelen in het bos. Dat was nog in Hilversum. En daar pakte hij dus wel de zware bomen aan en stond dan minutenlang met zijn handen aan die boom. Want de kracht moest ergens uitkomen. En als de kracht niet uit Rietje kwam, dan moest dat uit die bomen komen. Ik denk dat hij zeer eenzaam was. Ja? Ja. Ja. Als hij thuis was of waar dan ook? En waar dan ook. Ja? Ja. Ja. En dat hebben wij ook altijd aan hem kunnen voelen, dat... Er is nooit meer iemand geweest die dat heeft kunnen opvullen. Hij werd stiller ook, hè? Hij werd stiller, dus ging zich nog meer storten op het schrijven. Ik weet heel goed dat hij s'nachts gewoon niet sliep. En s'nachts rechtop zat en al zat te schrijven. Nou, dan viel hij weer in slaap en dan ging hij de volgende ochtend weer verder. En dan weet ik nog dat hij heel trots, smiddags weer 1 uur of 4... nadat hij gerepeteerd had met Koen of met al zijn muzici. En dan liet hij ons heel trots op een lullig bandrecordertje het nieuwe liedje worden. Nou, dan zaten we dus soms met 5 man aan de tafel te janken, zo mooi. Het was dan echt een liedje wat hij er helemaal weer over Rietje gemaakt had. Lente me, zomer me, september me en winter me. Want ik heb je onophoudelijk lief. Toon schrijft na de dood van Rietje een nieuw programma. Met vooral liedjes over de liefde. Maar het spelen van de show is een zware opgave. Op een avond in Alkmaar gaat het mis. Ik dacht dat het Lente me was, het lied. Het was elke avond was dat van, nou, als we dit liedje gehad hebben, dan hebben we de ergste hobbel gehad, om het zo maar te zeggen. En je voelde elke keer dat het moeilijker werd voor hem. En op een bepaald moment, ja, dan... Hij heeft het een paar keer gezongen met de tranen in zijn ogen en een brok in zijn keel en half huilend, zeg maar. Maar ja, dat werd steeds meer op een bepaald moment. Toen ging het helemaal niet meer. Ja, dat was iets heel vreselijks.
Dat was werkelijk, ja. Het was... Dat was een leidersweg die avond, ja. Lente me, zomer me, september me en winter me. Want ik heb jou nog ouderlijk lief. Morgen me, middag me, avond me en nacht me. Met andere woorden, blijf bij me. Alsjeblieft. Lente me, zomer me, september me. En winter me. En toen is je inderdaad de bühne afgelopen. Toen ben ik blijven spelen met de jongens, want je vangt dat op. Daar zit je voor, dat is allemaal geen probleem. En ik denk, Toon komt zo wel terug. Die komt wel teruggelopen. Maar hij kwam niet meer terug. Dat heeft toch een paar minuten geduurd, maar hij kwam niet meer terug. Toen kreeg het seintje, het doek ging dicht. En dat was het. En toen zijn we naar huis gegaan. En dat was einde show. Maar dat was een... Toen is dat programma nooit meer gespeeld? Nooit meer gedaan. Nee. Toon maakt nadien toch nog een nieuwe show. Maar in Carré zal die nooit meer spelen. In het voorjaar van 2000 neemt hij een liedjes-cd op. Het verschijnen daarvan maakt hij niet meer mee. Op 22 april 2000 overlijdt Toon Hermans aan een hartstilstand. Carré, 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 Carré. Ik voel op mijn huid je warme licht. Carré, 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 Carré. Nooit vergeet ik je lief gezicht. Je gaf me meer, zoveel meer dan ik ooit had verwacht. Amsterdam is zo mooi als het lacht. Carré, het laatste liedje. Ik vind dat... En dat ontroert me nog altijd. Ik heb nooit met hem in Carré gestaan. We hebben het Stadsschouwburg gedaan toen. Maar adieu Carré, ik neem een noot. Adieu Carré, het gaat je goed. Ja, dat is... En ik rij weer terug in het holst van de nacht. Amsterdam is zo mooi als het lacht. Het is een afscheidslied, hè? Dat is duidelijk. Adieu Carré. Het gaat je goed. Adieu Carré. Waar is mijn hoed? Je gaf me meer, zoveel meer dan ik ooit had verwacht. Amsterdam is zo mooi als het lacht. Thank you.
ben niet weg. Toen ik denk dat ik weg ben of zo.